Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag heb ik een gast, trainer van FC Den Bosch, Wil Boessen. Wil, welkom. Goedemiddag. Leuk dat je bent gekomen naar de studio. Er is een hoop, kunnen we een hoop bespreken. En met name, er is een hele goede match tussen Wil Boessen en FC Den Bosch. Hoe is jouw eerste seizoen, het is bijna afgelopen, ja. Hoe is jouw eerste seizoen in jouw beleving gegaan? Ik denk dat we zwak zijn begonnen. Heel sterk voor de winterstop heb ik gepresteerd met 11 duels ongeslagen. Na de winterstop wisselvallig gepresteerd. En nu in een fase zitten dat we weinig punten halen, maar wel nog redelijk voetbal spelen en goed voetbal spelen. En dat is ook gezien ons spelersmateriaal is dat ook verklaarbaar. Ja. Hoe had jij FC Den Bosch op je netvlies toen je hier naartoe kwam? Nou, ik wist wel van FC Den Bosch dat er jaren problemen waren. Financiële problemen, dat er reorganisaties zijn geweest. En tijd van Fred van Horen, die daar directeur was, die ook in een moeilijke situatie zat. En moet ook moeilijke beslissingen nemen. Met dat beeld kwam ik naar FC Den Bosch toe. En uiteindelijk, toen ik met Bert Wernke en William Vloed heb gesproken in het begin van het seizoen, om mij binnen te halen, sprak mij met name de doelstelling aan. Talent ontwikkelen. Daar ligt toch mijn passie, merk ik na al die jaren trainer zijn. En dan is er een match. Ook van hun uit zocht een coach die dat begeleidde. Alleen de situatie die uiteindelijk ontstaan is gedurende het seizoen, dat was niet de beginsituatie. Nee. Dat is jammer, maar daar heb je altijd mee te maken. Je hebt als coach altijd te maken met krachtenvelden om je heen waar je weinig invloed op hebt. Maar je moet het wel managen, je moet het wel reguleren binnen de groep. En dat gaat tot nog toe, gaat dat prima. Ja, hebben de jongens daar, ja, natuurlijk krijgen ze er iets van mee, maar heeft het invloed gehad? Het heeft geen directe invloed, want uiteindelijk zijn jonge spelers zijn bezig met hun eigen wereld, hun eigen carrière, hun eigen training en wedstrijden. Maar naarmate dat langer duurt, dan druppelt het wel naar beneden toe en dan word je er wel elke dag mee geconfronteerd. Is het wel niet in de media, dan is het wel via vragen van journalisten naar een wedstrijd. En dan is het ook aan mij de beurt om dat zeker bij jonge spelers goed aan de kaak te stellen, goed te communiceren. Waar ze zich op moeten focussen, waar ze voor betaald worden, ja. Waar hun leermomenten liggen. En dat ligt dan niet in de media. Nee, nou nu is het er, we komen daar wel even terug op zeg maar de talenten die ja. We echt hebben in Den Bosch. Maar even Wil Boessen als speler. Hoeveel wedstrijden heb je gespeeld in betaald voetbal? Een hele hoop, meer dan 400. Ja. Merendeel Eredivisie. Ik heb nog een ervaring gehad een paar jaar in de Jupiler League, zal ik zeggen. Ja. Dat was toen Eerste Divisie. Eerste Divisie. En, dus ik heb van alle niveaus binnen Nederland heb ik ervaring opgedaan. Ja, natuurlijk heel veel wedstrijden bij Fortuna Sittard. Ja. Of Sittardia combinatie was het toen nog misschien nee, wel? Het was, in mijn jeugdtijd was het Fortuna Sittardia combinatie. Huh? En op het moment dat ik tegen de bovenbouw zat, toen werd het Fortuna Sittard. Ja, want jij bent ook geboren in Sittard, toch? Ja, ja. Absoluut. Ja. Ook Fortuna gaat natuurlijk. Dit wordt nu woensdag uitgezonden. Ja. Dus er bestaat echt een serieuze kans dat ze kampioen worden. Nee, die kans is heel groot. Aangezien Ajax de vervangende wedstrijd weer heeft gewonnen van NEC. Ja. Is natuurlijk voor Fortuna met volgens mij Jong Utrecht en Jong PSV voor de boeg natuurlijk een grote kans. Ja, hoe bizar is het hè? Dat na zoveel jaar Fortuna dan terugkomt. Maar goed, wij hebben met FC Den Bosch natuurlijk ook heel lang uitzicht gehad op de play-offs. En ik weet dat je dat niet als excuus aan wil nemen of als excuus wil gebruiken. Maar we misten de laatste wedstrijden ook wel een aantal key players, ja. Hè, zoals we dat zo mooi zeggen. Maar daarentegen, ja, er zit best veel jeugdig talent die nu wel aan de bak moeten. Ja, die moeten zeker aan de bak. Zeker gezien de laatste drie weken waar we dubbel programma's hebben. En inderdaad, wat je zegt van de jongens die onverwacht nu ervaring opdoen, dat is goed voor de toekomst van de club. Als ik kijk alleen naar Kevin Vlieder, hoeveel wedstrijden dat hij gespeeld heeft. Hij is net 18 geworden, dus was er nog 17. En het goed doet, dan boek je daar een hele hoop winst bij het ervaring opdoen van jonge talenten. Maar uiteindelijk de grote winst en de beloning krijg je niet. Kleine kans hebben we nog, dan moeten we en winnen. Van Emmen en van Go Ahead moeten we winnen. Dan heb je nog een kansje, maar uiteindelijk is dat wel jammer. Ja. Want ik moet echt de groep complimenten geven hoe ze getraind hebben.
hoe ze het aangepakt hebben. Hoe ze elke keer toch weer de rug rechten op het moment dat het even tegenzit. En dat is zowel in wedstrijden en we geven daar nooit op. Ook bij Fortuna was je eigenlijk kansloos in de eerste helft. En als je ziet hoe wij dan de tweede helft spelen, Fortuna onder druk zetten en kansen afdwingen met... Ja, ik denk dat we nu een gemiddelde leeftijd hebben van 21 of 22 jaar. Ja. Dan doet me dat wel goed, ja. Ja, ja, nu is het ook zo dat met name die jeugdige spelers, die liggen allemaal nog vast. Dus ja. Ik ben ontzettend blij, ook bij, door de ontwikkelingen binnen de club. Natuurlijk zijn er wat schulden binnen de club. En ben ik ontzettend blij dat, dat 19 spelers al vast liggen. En inclusief Vossenbelt, Jens van Zon, Bart Biemans wordt niet verlengd. Ik kreeg gewoon nog een blessure eroverheen. En, dus je hebt in ieder geval een hoop. En Nick Vossenbelt heb ik al gezegd, geloof ik. Ja. Dat zijn de mensen die dan het moeten gaan dragen. Kees Heemskerk, Kerk zijn we nog mee bezig. Om in ieder geval daarvoor te zorgen dat hij ook blijft. Dus dan heb je voor de toekomst. En toekomst is een voetballer, niet jaren. Dat is volgend seizoen. Ja, precies. Heb je denk ik in basis een goed elftal staan. Nou ja, en waarmee je misschien echt serieus wel kunt meedoen. Het zou nu dit jaar een plus zijn als we de play-offs zouden halen. Ja. Den Bosch is een aparte stad, Wil. Want als het eenmaal als het weer gaat leven, nou, dan zit het overal weer vol. Dat is bij FC Den Bosch zo, dat is bij New Heroes zo. Op een of andere manier gaat dan, komt de kracht van, het, van het, de supporters komen eraan en wordt er ondersteund. Ja. En dat zal komend jaar, ik zie daar wel positief in. Het is een soort nieuwe start, lijkt het wel. Ik zit er altijd positief in. Want uiteindelijk heb je van de nadelen, zoals Cruijffje zei, heb je ook je voordelen. En natuurlijk kan je het hebben over het gemis van de ervaren spelers. Maar ik zeg ook, in de compleetheid van de groep wordt die ervaring ruimschoots ingehaald door jonge spelers. Ja. En het is te veel gevraagd dat die jonge spelers, die wat meer in hun taak spelen en in hun opdracht, niet de ruimte nog hebben op dit moment om anderen te helpen, om de organisatie te bewaken en te gaan coachen en te gaan regelen. Dat is gewoon te veel gevraagd. Dus ik ben ontzettend blij dat ze A, fit blijven, niet geblesseerd raken. En dat ze de ervaring op die we uiteindelijk nodig hebben. Want we zijn begonnen met een voorhoede, met een ervaring van 5-6 wedstrijden, Jupiler League wedstrijden. Met Ousama, Sven en Dennis Kaars. Dus uiteindelijk kijk ik nu trots terug op de ontwikkeling van spelers en die blijft maar doorgaan. Met name in fysiek opzicht. Ja, nou is het zo dat we hebben ook eerder in een sportuitzending hebben het erover gehad met de hockeycoaches, de hockeytrainers. En daarin is die jeugd een rode draad. Voor de winterstop hebben we elkaar gesproken en toen zei jij, dit moet dan, dit moet zo kunnen doorzetten. En nou zie je dat het rempel ook echt gaat gebeuren. Ja, het gaat gebeuren in die zin dat je zegt van de ontwikkeling. Chemie, ontwikkeling, staf en spelers. Maar jij weet ook, Jan, Willem, dat je wordt afgerekend op resultaten. Dat is zowel voor een coach, maar dat is ook voor een spelersgroep en spelers zelf. En ik zeg ook, ontwikkeling van spelers is niet alleen beter gaan voetballen en sterker worden. Dat is ook omgaan met winst. Ja. En met name ook omgaan met verlies en teleurstellingen. En daar is nog een hele hoop winst te halen, tenminste merk ik binnen de spelersgroep. Die de laatste weken toch met een klein aantal en verjongd onder druk zijn komen te staan. En dat minder gehandeld krijgen dan ervaren spelers. Ja, nu is het zo dat vanuit in Den Bosch heeft iedereen in de gaten dat Wil Boessen en FC een hele goede match is. Maar ik kan me niet heugen dat die wedstrijd tegen NEC, of NEC, sorry. Die wedstrijd tegen NEC, ja, dat is toch echt een hoogtepunt van het seizoen. Ja, zeker. We hebben, ik denk in de thuiswedstrijden waar we de meeste punten hebben gehaald. Uit later mochten veel punten liggen. Ik denk dat we in de thuiswedstrijd uitstekend voetbal hebben gespeeld. En dat we herkenbaar voetbal hebben gespeeld. En dat is ook waarvoor dat ik gehaald ben. En dat was een van de doelstellingen die erbij kwamen. Talent ontwikkelen en herkenbaar voetbal spelen. Nou, daar hebben we onze winst gehaald. En uiteindelijk zal het nu zaaien zijn, denk ik, dit seizoen. En hopen we volgend seizoen en het seizoen daarna in ieder geval te oogsten. En ervoor te zorgen dat de jonge spelers 2-3 seizoenen in de benen hebben. En dan mag je ook meer verwachten. Ja. En dan mag je ook meer eisen, denk ik. En komt dan de achtergrond van jou als, hè, van jouw voetbalkwaliteiten, komt dat dan ook nog? Hè, want jij was niet lullen, maar poetsen. Nee, oké, okay, maar gas erop, altijd. Ik denk dat mijn voetbalkwaliteiten niet zo belangrijk zijn. Nou, maar wel mentaliteit. Jazeker, maar wel mijn manier van omgaan met mensen.
Kijk, ik probeer me altijd te verdiepen in, je hebt de mens en de voetballer. En ik probeer me altijd te verdiepen in de mens. En ervoor te zorgen dat we op een juiste manier, een juiste hoogte en tonatie communiceren. Ja. En ik merk in ieder geval dat ik daar heel veel goede responsen door krijg vanuit de spelersgroep, vanuit de spelers. En vanuit het publiek. Vanuit het publiek natuurlijk. En sponsoren. Want ik vind het ook belangrijk dat sponsoren betrokken zijn bij het proces, ontwikkeling van de club. En ook supporters. En uiteindelijk moeten wij met z'n drieën, zal ik zeggen, supporters, sponsors en spelers, moeten wij ervoor zorgen dat de club in het goede daglicht komt te staan. En daar zijn we elke dag mee bezig. En welk stapje zou je nog moeten maken om volgend jaar gewoon die na-competitie te halen? Die play-offs, sorry. We moeten de lat hoger gaan leggen. Dat betekent dat de druk hoger wordt. Daar moeten spelers goed mee om kunnen gaan. Het moeten wel haalbare doelen zijn. Het moeten geen droomdoelen zijn die in de toekomst haalbaar zijn. Dus die handvaten moet je meegeven. En met name op wedstrijddruk en omgaan met teleurstelling, daar zit de grote winst in. En daar moeten we ook in mee aan de slag. Tot wanneer loopt jouw contract nu, Wil? Tot 19. Juli. Tot 2019? Juli 2019. Oké, okay. Nou ja, ik hoop van ganse harte dat volgend jaar dat je in ieder geval het gevoel kunt doorzetten wat je nu hebt neergezet. Nogmaals, dit wordt nu uitgezonden en aanstaande vrijdag heb je dus al eigenlijk al gespeeld. Maar wellicht dat er nog een klein mogelijkheidje in zit. Ja, klopt. Uiteindelijk zijn de puntenverschil met drie ploegen is 2 punten. Ja. Met nog 2 wedstrijden te gaan, dus kan nog alle kanten op. Nou, ik wens jou heel veel succes. Okay. Dank voor de komst. Dank je wel, Willem. En we spreken in ieder geval af dat we volgend jaar, dus bij het nieuwe seizoen, voordat we beginnen, dan ben je weer te gast. Ja, en dan nemen we de doelstellingen weer door. Ja, dank je wel. Oké. Okay. Goed, tegen de kijkers thuis, hartelijk dank voor het kijken naar deze In Gesprek Met. Vandaag was mijn gast Wil Boessen, trainer van de FC Den Bosch. Graag zie ik je volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering hier vanuit het Media Leerpark op TV 73. Tot dan!